Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Fortress Street. Het laatste bord gaan we doen, niet de laatste aflevering, want het zal niet maar een half uur duren. Of er moet iemand heel snel bankrupt gaan, dat kan. Nou, ik zou het heel knap vinden als één iemand heel snel bankrupt gaat. Ja. Ik zou het wel toepasselijk vinden voor het laatste bord. Ja. Wij denken, oké, we zijn 3 uur bezig, 4 uur, nee. Ja. Je bent met een half uur klaar omdat slime ja, precies. Dom bezig is. We gaan het zien. Oh nee, we moeten dit. Ja, we moeten. Jij bent zo meteen als eerste aan de beurt, dus. Wow, yo, zie je nou 9? Dat je 9 kan gooien? Heb je gezien hoe groot dit bord is? Nou, voor mijn gevoel is het niet het grootste bord, zeg maar, als je naar de vakjes kijkt. Vraag me alleen wel af hoe je op die eilandjes komt. De warps. Zo is goed, hè? Ja, zo is het prima. Nou, die van 800 gaan we niet kopen. Nou, ik ga als een speer. Nog wel, ja. Laten we al meteen goed beginnen. Als ik nu nog 3 keer 1 mag gooien, dan ben ik tevreden. Moet er 25.000 trouwens. Jordi is in IRL weer hier. Hij heeft zijn 2 seconden van fame nog niet gepakt. Nee, het zou wat zijn als ik het laatste bord doe ik het gewoon niet. Ja. 1. Ah, nee. Commissie over wat? Over slime die zo meteen een 5 gooit in op mijn land. Okay. Dat bedoel ik, hè? Heeft hij weer geluk? Het begint. Het is altijd hetzelfde. Ja. Nou, ik heb de vorige twee borden al gewonnen, dus jij mag ook een keer. 1. Commissie! Zie je, ik krijg toch commissie. 2 maar liefst. Dus na dit bord gewoon weer afgelopen voor de serie. Ja. Dan is heel Fortune Street voorbij. Ja. En dan beginnen de afkiksverschijnselen van... Nee. Ja, ik wil Monopoly. Wanneer krijgen we Fortune Street 2? Wanneer krijgen we Fortune Street de sequel? Ja, dat wil ik wel. Maar ik snap echt niet dat het niet gebeurt, want dit is toch echt een superleuke game. Ja, maar het is gewoon heel erg obscuur als je er naar kijkt. Ja. Want houd er ook maar gewoon rekening mee. Heel dit veel... is zo'n boel. Heerlijk. Maar kijk ook maar gewoon voor. Deze type spellen zijn heel goed in Japan. Ja. Maar internationaal doen ze het over het algemeen gewoon niet super. Want je hebt ook een versie van Final Fantasy. Je hebt ook gewoon versies als gewoon met normale Monopoly. Oké. En dat is gewoon met normale characters zoals bijvoorbeeld je kat, je schoen, die dingen. Ja. En dit werd eerlijk gezegd ook een beetje populair omdat Chuck Conroy en zijn groepje een beetje deden. Die ken ik niet. En daardoor werd het populair, daardoor kwam ik ook in contact met Dokapon Kingdom samen met haar. Nou, daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar hoor. Dat is Dokapon compleet Kingdom. Anders dan wat we nu aan het spelen zijn. Oké, maar wat is het dan? Qua richting is hetzelfde, verzamel zoveel mogelijk steden. Ja. Maar het is ook een beetje... Nu is eerst de vraag, kan ik een rondje maken? Nee, ik kan maar één kant op. Nee, volgens mij mag ik niet. Ja, dat is prima. Maar dan moet je de steden gaan bevrijden door ook gewoon monsters te verslaan. Okay. En je kan ook gewoon klasses krijgen, je kan met elkaar vechten. Okay. En als ik jou versla in een gevecht of jij verslaat voor mij in een gevecht, kan jij mijn naam aanpassen bijvoorbeeld. Dus dan kan je van, oké, Jordi's naam is hartstikke mooi, maar we noemen hem nu Domoor. Okay. Tenzij ik dat verwijder, heet ik de hele game door Domoor. En hoe verwijder jij dat? Dan kan je vaak naar een priester gaan om dat te verwijderen. Ah, lol. Of dan heb je dingen van, oké, ik steel uitrusting van jou. Of, ik vind dat kapsel wat jij niet hebt. Oh, eindelijk een keer een warp. Aan het einde van de game een keer een warp. Of ik vind het kapsel wat jij niet hebt mooi, ik geef jou een ander kapsel. En dat mag je doen als je wint van iemand. Ja, okay. Dus het is gewoon heel erg... Ja, we kunnen niet maken tegenover Harm om... hoe heet het, Dokapon zonder hem te spelen, hè? Nee. Maar jij en Harm vinden Dokapon echt heel vet en Nando vindt het echt super kut. Nee, klopt. Maar Nando is ook... Dit vond ik ook gewoon niet leuk omdat wij het ook gewoon 1 week deden op vakantie. Ah, ja.
Die heeft gewoon daardoor een soort trauma opgelopen. Ja, en die is sowieso al niet van het... Veel recorden. Veel recorden in zulke sessies die we nu hebben. Mm-hmm. Want wij hebben nu gisteren Fortune Street gedaan voor 4-5 uur. Zoiets, ja. Minstens, denk ik. Dat wil Nando niet meer. Nee. En dat vindt hij ook niet leuk en dat wil hij ook niet. Dus als je dat doet met hem, dan is hij al meteen klaar met de game. Okay. Ik vind juist dat super productief. Gewoon een hele dag lekker spelen. Juist ook. Alleen, ik denk dat dan... dat kan ik alleen wel IRL handelen. Online vind ik dat lastiger. Kijk, met een Generations... Ik denk dat ik wel een hele dag Generations zou kunnen doen. Ja, maar dan zou ik dus nog alleen IRL doen. Niet. Ja. Dan zou ik 2,5 uur à 3 uur ook mijn limiet zijn. Maar dat is ook, dan moet je het ook IRL hebben. Doe je het niet IRL, dan heb je gewoon gekloot aan. Nee. Maar wat wij gisteren hebben gedaan, zou ik niet doen online. Nee, precies, nee. Maar ja, daardoor heeft hij dus een trauma opgelopen. En ik heb nu met hem 2 seizoenen van Dokkapon Kingdom al gehad. Mm-hmm. Seizoen 3 incoming. Nou ja, na Generations. Dat duurt nog een half jaar waarschijnlijk, maar... Ja, klopt. Maar ik ben zo benieuwd naar die game door jullie. Ik hoop dat ik het wel leuk vind, want jullie hebben wel gezegd dat het wel echt een lange game is. Het is wel een acquired taste, ja. Maar ja, dat is ook Fortune Street. Als je Monopoly niet leuk vindt, dan vind je deze game ook niet leuk. Ja, maar een reguliere Monopoly vind ik ook niet leuk, zeg maar. Je hebt heel veel verschillende soorten. Ik heb Monopoly Tropical Tycoon en dan heb je, heb je met zo'n disc erbij met nieuwsuitzendingen. Die vind ik heel vet. Alleen, gewoon regular Monopoly vind ik niet leuk, zeg maar. Mm. En dan vind je deze alleen leuk omdat je de aandelen hebt en je hebt de characters en je hebt de minigames en je hebt een keer Mario die verkeerd ding pakt. Ja. Verschillende borden, dat soort dingen, zeg maar. Dat vind ik leuk. Ik moet zeggen, dit is niet de laatste keer dat ik Fortune Street heb gespeeld, zeg Denk maar. Denk ik ook niet. Het verbaast me eerlijk gezegd dat jij dit nog niet een keer hebt gedaan op stream. Ja. Want je kan moeilijk zeggen van ga screenpeaken, want dat heeft toch geen zin. Nee. Ja, doe toch nog wel. Spoel. Nee, ik wacht op een Monopoly en ik heb nog niks. Ik moet nog een schoppen hebben en die staat helemaal aan de andere kant. Mm-hmm. Jezus, wat zijn er veel arcades, wat is dit? Ja. En wij hebben nu iedere keer gespeeld met de default settings. Ja. Maar je kan ook zo customizen dat alles vacant plots zijn. Demonies! Dat alles vacant plot? Ja, dus dan heb je niet meer bijvoorbeeld een paar huizen, maar dan is alles vacant plots. Dat is wel vet. Dat is wel vet om een keer te doen. Jezus, wat een lul. Ja, ik snap ook niet van, ik kan 17 betalen. Ja. Oh ja, hij heeft het hartje nodig, dus... Oké. We geven een voordeel van twijfel. Sommige AI-logica is simpel. Dat is gewoon van, oké, ik heb de zoet nodig, dus ik ga voor de zoet. Ik rust de zoet. Ja. Waarom dan een AI 7 keer de waarde vraagt van de shop, dat weet ik ook niet. Nee. Maar ja, die houden we er gewoon in. Ja. Nee, dat is toch. We vragen het wel aan Huub. Die weet het vast wel. Ja. Moet wel iets met een gourmette, maar... Tuurlijk. Maar ja, hun vechten het maar uit. Het is half-half, dus dat maakt geen kloot uit. Het is wel weer typisch. Ja. Dan heb je wel wat om te ruilen. Even denken, wat zou die willen van? Ik denk eerlijk gezegd genoeg. Geld. Ja, sowieso geld. Ik mis het hartje. Oh, die zit daar. Oh nee, niet sell. Buy. Nog geen met 730. Zo iemand is het. Hey, daar heb ik ook een stoks in. Ja. Moet toch die kant op. Yeah!
Maar ja, dit zou ook gewoon een prima game zijn. Als dit ooit voor de Switch uitkomt, ja, is het ook een prima game voor de Switch. Want het is ideaal voor de handheld. Ja. Alleen wil ik wel dat ze dan met een nieuw deel komen, zeg maar. Ja. Of in ieder geval met 6 nieuwe parcours. Mm-hmm. Klopt. Ze moeten inderdaad niet zeggen van, oké, hier heb je Fortune Street van de Wii. Alleen, we halen de characters weg en we maken een soort van Strikers Battle League ja, van. Ja, precies. Van, oké, we geven je een paar updates en dan laten we de game sterven. Goed betalen. Want dat is het enige wat ik niet snap van Battle League. Dat ze eigenlijk de game nu gewoon hebben opgegeven na een paar maanden. Ja, terwijl ze wel gewoon elke keer nieuwe characters nog erin doen. Ik snap ook niet... Er is iets, maar ik kan niet zo goed mijn vinger erop leggen. Want het is vet dat er elke keer nieuwe updates komen. Het is vet dat er... Alleen, er is iets waardoor het me niet gegrepen heeft. Oh, daar is een heel makkelijk ding voor. Er zit niks in. Nee. Maar wat hadden ze er dan in kunnen doen? Een fatsoenlijke story mode ten eerste. Ja, dat is waar. Want je doet je cups, maar... Ja. Jij hebt alle cups gedaan, ik heb alle cups gedaan. Dat merk je veel verschil in die cups? Nee. Ja, die laatste waren wel iets moeilijker, maar... Het is niet dat je denkt van, wow, wat een verschil. Dat. Ja. Zijn er veel arena's? Nou, dat is het probleem. Je kan je eigen arena's maken. Maar zijn er veel arena's, nee, maar ze voelen allemaal hetzelfde. Dat klopt. Je hebt geen per se gimmicks of zo per arena. Nee. Wat sommige mensen heel fijn vinden, bijvoorbeeld een Justin, die is er alleen maar blij mee. Want die haat het altijd als de map zich ermee bemoeit, zeg maar. Nou, ja, maar dan heb je de optie van, zet ze aan of zet ze uit. Dus dat is het niet. Nou ja, en je hebt ook gewoon... Oké, ik heb de cups gedaan. Unlock je daarvoor iets? Ja, coins. Oké, wat kan ik met die coins doen? Ja, leuk hè. Kan je equipment van halen? Oké, maar wat doet die equipment? Ja, dan pas je stats aan. Oké, mooi. Maar werk ik veel van die stats? Speed, ja. Schieten niet echt. Techniek ook niet echt. Passen helemaal niet. Nee. Dus dan zit ik al zo heel snel in van... Oké, maar wat zijn wij nu hier aan het doen? Ja. Kijk... Als we het zouden spelen tegen elkaar... Ja, dat is klote, hè? Mm. Maar als we spelen tegen elkaar, is het hartstikke leuk. Ja. Maar ik ga niet met jou... iedere week Strikers spelen. Nee. Ik heb wel iets anders wat mijn voorkeur dan heeft. Precies. Heel veel andere games. En ik heb ook in mijn tierlist gezet van 2022... Dat Strikers Battle League ook mijn enige game zal zijn van 2022... die ik op zich zou willen refunden. Ja? Ja, okay. Ik heb hem alleen maar een paar keer gespeeld en daarna was het klaar mee. Ja. $2.80 denk ik. Mm-hmm. Maar ja, dat heb ik ook met Mario Party Superstars. Ik zou het niet refunden, want het is Mario Party, maar het zijn maar 5 koorts. Ja, terwijl dat gewoon normaal was voor Mario Party. Ja, klopt. Hè? Maar ook dat is, je haalt wel de goede voorbeelden aan, moet ik zeggen. Dat is ook weer een beetje wat ik... Omdat er standaard voorbeelden zijn. Ja, Mario Party Superstars was super hype voor. Ik vond het ook gewoon leuk. De games waren leuk. Het speelde ook weer echt een beetje als echt Mario Party. Alleen er is iets, ook omdat ze het eigenlijk niks meer mee hebben gedaan daarna. Yep. Terwijl, gewoon DLC's, gewoon nieuwe characters, nieuwe boards, dan was het echt een game die je gewoon bleef spelen, zeg maar. Ja, en dat is het ook. Van, ze brengen niet, bij wijze van spreken, ieder jaar of iedere 2 jaar nu een Mario Party uit. Nee. Heel veel van een Nintendo's gimmick is nu, we brengen DLC uit. Ja. Wat super slim is en super logisch is. Ja, maar voor de games die dan DLC, waarvoor het handig is om te hebben, daar doen ze het niet voor. Nee. Want in principe, je kan zo een nieuw board uitbrengen ieder half jaar. Mm-hmm. Want met Mario Party 8 Deluxe... Hebben ze het ook gedaan. Ja. Hoefden ze het in principe ook niet te doen. Nee. Want het was al Mario Kart 8. Maar weet je wat mijn theorie achter Mario Kart 8 is? Ik denk... Nee, het zal nooit de laatste zijn. Daar geloof ik niks van. Net als Smash, zeggen dat het de laatste is, dat is ook niet de laatste. Want als ze er geld mee kunnen verdienen, dan gaan ze er geld mee verdienen. Ja. Maar mijn theorie is, Mario Kart 9 lag al op de plank. Oh shit, het verkoopt zo goed. We moeten dit uitmelken. Ik zal hem, ik denk min 400. Oh ja, 390 is misschien net genoeg. Nou, wat een lul. Kunnen we nog ruilen van characters? Ja, we pakken Platypunk weer. Ja. Die wilde wel, of DK. Nee, maar dat...
Dat is het ook gewoon voornamelijk. En ik vind het gewoon jammer dat ze met heel veel dingen het wel willen. Ja. Yeah. Maar met de games wel van meer en heel van mensen zeggen van oké, doe nou die. Dat doen we niet. Nee. Want als ze bij wijze van spreken Mario Kart 9 uitbrengen. Ja. Nou ja, als dat geen Double Dash versie is, zie ik geen reden om daar om een nieuwe Mario Kart. Oh jawel, ik ga een nieuwe Mario Kart sowieso halen als die uitkomt. Maar... Ja, maar ik zie geen reden toe, want Mario Kart 8 Deluxe heeft hoeveel cups? Ja, heel veel. Ja, met de nieuwe weefsel heeft hij zo meteen heel veel cups. Ja. Als Mario Kart 9 niet zoveel cups heeft, dan gaat hij ook nooit krijgen. Nee, maar het grote voordeel van... Iedereen gaat naar het eiland, voor verdomme. Het grote voordeel van Mario Kart 9 is... het grote voordeel is dat je wel straks weer 6 cups hebt met allemaal nieuwe tracks. Want dat is waarom ik... Weet je, al die kuttour tracks die er nou in zitten, dat kan echt gestolen worden. Kijk, ze moeten gewoon echt vet, zoals Peach Gardens, super vet dat ze die erin hebben gedaan. Die Rainbow Road die we nog misten, die ze er nu in hebben gedaan, super vet. Alleen die tour tracks, dat boeit me allemaal niks. Weet je wat vet is? Die drie nieuwe, elke wave heeft elke keer één track, zeg maar, die compleet nieuw is. Die Ninja Hideaway en die, weet ik veel, die Snoop baan. Dat is vet. Mm-hmm. Maar mij boeit die hele kuttour tracks niet. Nee. En daarom vind ik, zou ik Mario Kart 9 meteen kopen. Waarschijnlijk omdat het er beter uitziet. Want al ziet het, dan kunnen ze weer meer, zeg maar. Ja. Maar ook omdat ze dan gewoon weer echt heel veel nieuwe tracks hebben waar je dan weer verliefd op kan worden. Om het een beetje cheesy te zeggen. Nee, ik snap hem. Ik snap hem. Maar dat is dan voor mij gewoon van... ik heb Mario, Super Mario Party heb ik wel gehaald, maar Mario Party Superstars heb ik niet gehaald. Omdat ik gewoon geen reden zie om die game te halen. Heb je Superstars niet gehaald? Nee, degene met online, die heb ik gehaald. Ja, ja, de degene die, degene die niet 2 jaar later opeens online kreeg. Ja, die... ja, ja. Want ik zie geen reden om die handen te halen, want ik ga niet Mario Party Mainje spelen. Ik heb die online nodig als ik wil dat ik die wil spelen. Ook dat, maar Super Mario Party is ook de slechtste Mario... Nee, dat is niet waar, dat waren 9 en 10. Maar na 9 en 10 is het ook een hele slechte Mario Party. Mm. Dus dat helpt ook niet. Nope. Het gaat lekker met jou. Nou, ik heb nog geen promotie of wat dan ook en ik zit op het verkeerde eiland. Ik heb degene nodig van links onderin, niet degene van rechts bovenin. Dus daarom heb ik ook een ballonpoort aangemaakt. Maar waarom heb je die van links onderin nodig? Ik mis de schoppen en de klaven en die heb ik niet. Ja. Want of ik word geworpt of ik heb mijn route verkeerd genomen in het begin en daardoor heb ik ze niet. Ja, precies. Want ik wilde die hebben, maar ik werd letterlijk net geworpt. Mm-hmm. Dus ja. Dus ik heb even die promotie nodig. Nee, wat erg. Ja, zijn er mensen bij jou in de buurt? Misschien slime. Ja, het mag ik hier weg? Ik denk het wel. Het antwoord is een ja. En ik kom er goed uit, want ik moet precies naar het andere eiland toe. Dan heeft hij weer geluk. Die warps daar, ja, ik weet niet of ik daar fan van ben. Nee. Nee. Oh, blijf nou gewoon van mijn spullen af. Willen ze niet. Ruil dan tenminste met me. Dat willen ze ook niet. Nee. Kijk, liefst heb ik dat slime spullen kopen, want slime kan ik gewoon terug. Kan ik makkelijk van kopen. Kijk, Milan, dat je me leuk vindt, is hartstikke prima, maar je hoeft niet achter te volgen. Ja, wel. Kom op. Hoog. Okay. Dat is best hoog. Ja, dat is een bol. Dat moet ik weten. Leuk met alle suits en Mega Potent klaar. En dan ook bijna al mijn. Nou, oké, van nog mee hoeveel stoks ik nog heb.
hard bezig. Ja, ik word zo hard genaaid, ik snap het wel. Ja. Oh, maar al mijn zoet zijn er meteen op. Dat is niet eerlijk. Nee, het is op zich een interessante. Ja. Nou, ik hoef niet naar de bank te lopen, dus dat scheelt. En nee, je hebt meteen het geld en de ready cash. Dus dat scheelt alweer. Was het nou nog over? Groen en ja. Maar ja, terugkomen we op Nintendo strategie. Verwacht je een Scarlet en Violet DLC dat ergens februari en maart wordt announced? 27 februari op mijn verjaardag wordt die zeker geannounced. Ja, het goed moet kiezen. Jo. Maar zie je weer, ze gaan brengen gewoon weer DLC uit. Tuurlijk. Opnieuw, voor games die populair zijn, maar ja. Voor de andere games niet echt. Nou ja, voor Strikers doen ze dus wel DLC, terwijl ja, het is, niet heel populair is. Ja, het mooiste is ook nog, het is gratis DLC. Ja. Daar ben ik ook nog blij mee, want als het betaald was, dan was ik echt zo van, oké, liever niet. Potentie? Nope. Nee. Jammer. Precies dat gaatje. Nee. Dat vind ik toch interessant dat sommige characters een voorkeur hebben voor kleuren. En sommige characters dan meteen weer weg worden gezet. Ik bedoel je. Nou, want haar voorgeboord was jij rood, omdat we Alena hadden. Ja. Nou, ik denk dat ze naar kijken. Kijk, ik denk dat Alena de kleuren blauw en geel heeft om te kunnen gebruiken. Alleen omdat Platypus al blauw heeft en Diddy Kong geel, ja, moet je toch kijken of dat past. Ja, ik denk dat ook is. Mm-hmm. En ik ook eerlijk gezegd dat het misschien de volgorde van de character ook uitmaakt. Ja. Maar ik denk, ik heb... En ik kan het misschien mis hebben. Maar ik heb geen character gezien die donkergroen is. Ja, er is een andere character die donkergroen is van die, waar die andere. Wat is dat, welke game? Dragon Quest. Ja. Alleen, ik denk dat Bowser dan altijd de voorkeur voor die groene krijgt. Dus, mogelijk. Ja, dat is inderdaad beter. Zeg wel geinig. Je hebt hier 3 warp portalen, maar land je erop. Oh man. Nee. Warp. Wat is het, auction of? Ja, ik moet echt één verkopen. Verkopen of? Verkopen, dat leidt tot een auction. Oh, oké. Dus ik moet heel even nadenken wat slim is. Noem maar deze. Want heel veel anderen geef ik meteen weer Mario en Slime 3. Ja, dat doe ik ook niet. Nee, het is geen auction. Het is gewoon cel. Twee. Ze zitten niet allemaal op het eiland. Nee, het zou wel weer typisch zijn. Ja. Want op zich, zo gevaarlijk is dat eiland op zich niet. Want je hebt... 2 suits en 3 portalen. Ja. Nou ja, ik denk dat het een gevaarlijk eiland kan zijn op het moment dat er een monopolie is die gespruced is, zeg maar. Ja. Ik wil ook weg. Ik wil ook mijn eerste promotie eindelijk een keer scoren. Die... Die regelt 400. Ja, het is gewoon standaard nee. Ik vind het echt niet leuk. Maar... Nee, is het ook niet.
Ja, er ook uit, toch? Ja, maar dan kan ik soms beter gaan forcible buyouten. Nee. Het is wel het arcadebord deze. Nee. Dat is vermoeiend, want het kost tijd. Bowser? Nee, de kans dat we een Bowser pakken, dan moet echt alles klein, alle kleine blokjes zijn. Dalen. Dat is het enige wat ik niet moest gooien. Echt het enige. Of een portaal, of je moet dokken. Ja, dat dokken maakt me niet zoveel uit, maar ik wil naar boven. En dat kan nu niet, want dan ga ik naar het portaal. Ja, welke missie? Ja, je wil schoppen, ja. Ja, schoppen heb je ook daar, dus... Ja, maar ik heb ruiten nodig. Ja. En als ik dus die kant op ga, nou, ik weet niet waar ik ruiten moet gaan halen. En daar heb ik ook nog stoks kooppunt, zeg maar. Ja, als je geluk hebt, kan je de warp, die Paso warp nemen, naar het rechte eiland. Ja. Dus... Gezeik. Ja. Dat zou lekker zijn voor een Fortress 3 2. Ja. Maak je eigen bord. Dat zou wel vet zijn. Toch? Ik denk ook wel mogelijk, denk ik. Zou op zich een geinige gimmick zijn, ja. Ja. En dat je gewoon net als met Mario Maker, dat er gewoon een code is die je dan kan gebruiken. En dan niet met de settings die we hebben in Link's Awakening Switch. Dat je je eigen dungeons kan maken, maar dat je heel veel borden moet spelen ervoor. Ja. Nee, gewoon vanaf het begin. Ja. Nou, ik vind unlockables wel vet. Ik mis unlockables wel. Net als Super Smash Bros. Melee. Mm. Dat je echt alle characters moest unlocken. Dat vond ik vet. Bij die nieuwe Smash krijg je bijna alle characters cadeau. Ja. Dat vind ik aan beide kanten. Ze moeten wel redelijk. Nee, van mij mag het ook wel echt een keer een moeilijke character in zitten. Net als Mewtwo en Mr. Game & Watch. Die waren gewoon, dan moest je gewoon veel tijd erin stoppen. Ja. Dan word je ook beloond. Buy a stock at a 10% premium. Premium, dus in plaats van 10 euro betaal je 11 euro om nieuwe stocks te kopen. Ah, oké. Okay, ja, dat blijft interessant. Deze... Ja, zolang die van mij jullie kan overkopen, kan ik misschien heel veel met dat stukje. Ik ga toch weer eens wat proberen. Ga je gang. We hebben wel geleerd dat als ze ongeveer rond het keer 3 zit, dat ze het vaak wel willen. Dat klopt. Maar die 82 is een beetje te duur voor mij om al zoveel erin te stoppen. Nee, kijk, arcade hadden we nog niet genoeg van. Ja, dat is wel mijn eerste arcade, dus wie weet. Maar ik kreeg net schatkistje op mij en ik kreeg 100 gold, dus ook niet echt extreem veel. Dan heb je eigenlijk liever die Suit Yourself kaart een keer. Iedereen, waar ben je toch weer gul? Nee, balen van. Ja. Even voor het idee. Stel nou, ik moet die kopen. Oeh, ja, die wordt wel duur hoor. Ja, maar dan zit ik al bijna aan de... Aan max geld. Ja, je moet wel uitkijken daarmee. Ik denk dat ik eerst even mijn beurt afmaak, denk ik. Ja, als ik bij de bank ben, dan wil ik het zo meteen wel proberen, maar...
Mooi, een K, waar letterlijk bijna iedereen wat heeft. Heel logisch. Godverdomme, ik ben zo klaar mee. Ja, het is ook gewoon van, fuck jou. Je hebt 6 à 7 rijen waar je uit kan kiezen. Nee, ik wil precies in de rij van Milan. Worp. Nou, oh, je kan kiezen om te investeren. Te spruzen, toch? Ja. Nou, ga ik niet doen. Je hebt hetzelfde probleem, Mario. Mario is een bitch. Ja, nog wel, ja. Ja, dat is fucking veel. Waarom zou ik dit doen? Nee, dat ga je niet doen. Nee, ga je niet doen. Het is proberen wat. Nee, ik moet mijn geld eventjes bewaren zodat ik die andere van mij kan kopen. Ik snap hem volledig.